een boot zou kopen en zeggen: oké, we gaan hier op wereldreis en we gaan hier allemaal in deze kleine zeilboot en we varen de wereld rond. En wat er ook gebeurt, je moet naar de overkant en weken op elkaars lip zitten. En zo is dat ook bij theaterspelen. Het was een zeer leerrijke trip. Milo Rauw heeft ons in die zin bewust als acteurs gekozen dat ik een gesprek met hem heb gehad omdat ik een vast ensemble lid was van NT Gent. Toen hij daar als nieuwe artistiek leider kwam. En hij vroeg aan mij om een familiedrama te doen samen met een andere man en 2, 3 kleine kindjes. Toen had Milo gehoord dat mijn man ook een acteur is, dat ik 2 kinderen heb. En hij had zoiets van, kunnen we niet uw kinderen en uw man ook mee laten spelen? Dus als hij een auditie heeft... doet, die man, hè? Ja. Nee, hij heeft dus eigenlijk zeer bewust wel gekozen voor dit gezin. De familie De Meester, dat was een familie als onze, die waren gelukkig. Op 25 september 2007 hebben zij zelfmoord gepleegd. Alles leek op een avond, zoals elke avond. Alleen was het hun laatste. Milo Rauw denkt na over de inhoud, ja, over het concept. Milo Rauw maar is absoluut geen acteursregisseur. Is iemand die met zijn verhaal bezig is. En wij zijn al denkende over het verhaal en over de structuur en een combinatie van onszelf en personages en zijn gezin, ons gezin, het gezin De Meester, in te verwerken eigenlijk. Het was de bedoeling van een familiedrama te gaan spelen waarin dat ofwel de vrouw ofwel de man het gezin eigenlijk meeneemt in de dood en daarna zelfmoord pleegt. En dus dat vroeg heel veel research en we bleven maar om de tafel zitten en we deden familieopstellingen en we praten met psychologen en de kinderen werden psychologisch begeleid. Totdat we op een bepaald moment gezegd hebben tegen Milo: Milo, het wordt eens tijd om toch een keer iets te doen en echt de scène op te kruipen en echt te repeteren, fysiek, dat we kunnen zien of dat onze kinderen wel iets waard zijn. Allee, of dat ze het kunnen. De voordelen om dit samen als gezin te doen is gewoon dat je heel veel tijd samen spendeert die je anders met tieners nooit spendeert, of zeker niet op die manier spendeert. Dus dat je gesprekken hebt over vrij essentiële zaken in het leven die wij niet hebben moeten vragen aan onze kinderen, maar die de regisseur of die de dramaturg heeft gevraagd aan onze kinderen. En wij hebben daar gewoon als luistervinkjes naast mogen zitten en mogen van alle informatie opslorpen die we anders niet gekregen hadden, denk ik. Ik hou van te koken. In mijn blote. Ik hou van mijn dochters die 's nachts slapen. Zelfs hun gesnurk is prachtig. Het is voor ons niet moeilijk om iets te spelen waar geen verklaring voor is, omdat wij hebben allemaal onze kleine verklaringjes voor ons natuurlijk. Je speelt nooit iets out of the blue. Je speelt iets van stap naar stap. Wij vertrekken bij, ik kom in dat huis, ik ga foto's ophangen en ik kijk naar herinneringen van vroeger. En vanuit die herinnering moet ik de tafel nog dekken. En van de tafel dekken moet ik nog de vuilbak gaan buiten zetten. Het was eigenlijk eerder moeilijk om het te spelen met verklaring. Daarom dat we ook van geval veranderd zijn. We hadden in het begin speelden we het en elke keer voelden we, oh, nu geef je zo precies een uitleg aan de mensen, daarom doe je dat. Als de vrouw de familiemoord deed, daar zat altijd een model achter. Dan was dat meestal met als reden altruïsme. Dat ze niet haar kinderen wou aandoen wat zij zelf aangedaan geweest is geweest. Ze wou haar kinderen niet achterlaten in deze wereld. En bij vaders die een familiedrama veroorzaakten, die deed dat meestal als wraak. Ik hou ervan om de handjes te knuffelen. Ik hou ervan naar oude filmpjes van mij en mijn zus van vroeger opnieuw te kijken. Grosso modo zit alles erin. We hebben het iets filmischer gemaakt natuurlijk. We hebben het Brechtiaanse, de vierde band. Nee, de vierde band hebben we ook nog in stand. We houden maar proberen het meer uit te spelen. Of op een andere manier uit te spelen. Er zijn beelden in het stuk die we niet in de film gebruikt hebben. Heel bewust, omdat we in de film graag het claustrofobische van samen in een huis zitten nog meer wouden benadrukken. Terwijl dat we ook niet wouden loochenen dat het theater was, natuurlijk. Want we springen ook dikwijls
terug om die een box te laten zien. Maar heel bewust dan een lege box, dat je eigenlijk ook het zinloze een beetje van heel dat verhaal aan het spelen zijn voor een lege zaal eigenlijk. Hetzelfde als in de COVID-periode, waar dat mensen dat ook bij veel mensen tot zelfreflectie heeft geleid. Omdat men dus beginnen nadenken, men heeft de tijd gekregen, men is in een keer van die rat race een beetje teruggekomen. Men kon zelf alles plannen en daardoor eens gaan nadenken over het feit of dat we goed bezig waren. Was er nog meer de noodzaak eigenlijk om het daarover te hebben? En eerst dachten we, we gaan een camion huren en die een openklapt en daar een decor op en dan doen we een drive-in theater. Maar dan bleek dat toch wel een te groot kostenplaatje te zijn en toen dachten we, kijk, we gaan proberen er een film van te maken met zeer budgetvriendelijke wijze. Dus dan gaan we een decor gebruiken en we proberen ook nog van het hout dat nog rest een beetje pijlen te maken, want... Ce n'est pas la gloire, hein, in de cultuursector.